Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, vandaag tegen ONS Sneek stonden onderaan, maar dat zegt natuurlijk niks. Maar als je kijkt naar de uitslag, 6-1, dat zegt eigenlijk toch wel wat. Ja, van tevoren weet je, zei de trainer ook al, het is weer geen hele slechte ploeg. Alleen vaak als ze achter komen, dan geef je het laatste kopje hangen en dan zakken ze verder weg. En dan ja, zie je vandaag ook wel dat het redelijk gebeurt en dat je eigenlijk zo'n uitslag wel uit kan bouwen. Verdedigend had je het makkelijk vandaag, Stijn, of niet? Nou ja, makkelijk is een groot woord, maar op zich hebben we denk ik, stonden we verdedigend goed en geef je weinig weg. Dus het was geen hele zware wedstrijd wat dat betreft. Ja, Jamaro, we hebben elkaar donderdag gesproken. Je zit steeds beter in je vel, ga steeds beter voetballen. Ja, ik moest je voor de camera halen, want je maakte weer twee fantastische doelpunten. Ja, eerst al was even een beetje een strijd, omdat die linksback wel weer redelijk hoog stond, net als vorige week tegen Dovo. Stijn en ik hadden dat gewoon op een gegeven moment wel goed te pakken. En in de rust spreken we dat anders af. Ja, dan krijgen we rood en dan scoor ik nog twee. Schiet ik hem hard tegen Netta. Ja, dat is geweldig. Hoe hard zou zo'n bal gaan, denk je? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar redelijk hard. We hadden het voor het interview over jullie samenwerking. Dat gaat ook steeds beter. Ja, natuurlijk. Boy staat aan een tijdje, nu Jamaro. Ja, het is altijd even afstemmen hoe je het precies wil neerzetten. Elke tegenstander natuurlijk ook anders. Maar de meeste gaan we met die bek hoog op. En dan is coaching natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat is even, ja, zoals vorige week was het zo zoeken naar wat doel was natuurlijk ook al wel goed. Maar ja, vandaag gaat dat weer een stuk beter. En dan zie je dat het steeds lekkerder loopt op de rechterkant. Ja, wat mij opvalt is dat diverse mensen kunnen scoren. Dat zag je vorige week, 6 verschillende personen. Nu ook weer een aantal verschillende personen. Dat is wel mooi. Ja, zo zie je maar dat wij scorend vermogen hebben. Ons middenveld kan scoren. Ons aanval kan gewoon helemaal scoren. Dus dat maakt het mooiste. Het is niet zo dat we afhankelijk zijn van 1 of 2 personen. Nee, bij ons kan iedereen gewoon een goal creëren. En dat zie je vandaag en vorige week ook. Dus dat is geweldig. Ja, het ene doelpunt is nog mooier dan het andere. Ja, zeker. Ja, we blijven ons steeds verbazen. Dus het is alleen maar geweldig. Als je daarmee de overwinning pakt, is het goed. Verdedigend staat het ook, Stijn. We missen een centraal duo. Dat is mooi opgevangen door Swiers en Davina. Maar die krijgen een rode kaart in de 80ste minuut. Toch een smetje? Ja, natuurlijk is dat een smetje. Want je staat 4-0 voor. Je geeft eigenlijk weinig weg. En als je dan die rode kaart pakt, dat ja, is voor deze wedstrijd niet zozeer zuur. Maar is voor... Je weet natuurlijk niet meer wat voor consequenties daar nog weer aan gaan hangen. Dus het is voor vandaag niet zo heel zuur, maar het is meer zuur voor wat er nog komen gaat de aankomende weken. En wat wel mooi is, dan speel je met z'n tienen tegen 11 man en dan maak je toch nog 2 doelpunten. Ja, dat is het mooiste. Die kracht, ik denk dat wij die kracht wel redelijk kunnen beheersen. Wij laten ons daardoor ons kopje niet hangen, maar wij gaan nog harder werken. En dat zie je maar, dat resulteert ook in 2 doelpunten erbij. Ja, wat ik elke week zeg is, je kan, makkelijk wil niet zeggen, maar je kan goed mee in de derde divisie. Ja, dan laten we denken al vanaf het begin van deze competitie zien. De tegenstander heeft het makkelijk tegen ons en dan hadden we aan het begin misschien iets meer pech. Natuurlijk tegenstanders die ook wel bovenin meedraaien. En nu heb je dan tegenstanders die dan net wat lager meedraaien en dat kun je eigenlijk goed meekomen en pak je eigenlijk vaak wel goede overwinningen. Zoals vandaag en vorige week ziet het allemaal goed uit. Het zijn wel ploegen die onder jullie staan, maar 12 doelpunten maken in 2 wedstrijden is nogal wat. Nee, natuurlijk. Dat zegt alleen maar wat voor goede fase we eigenlijk zitten. En ik denk eigenlijk dat dat vanaf het begin van de competitie al zo is. En nu draait het ook nog uit een goede doelpunt en mooie uitslagen. Dus dat is alleen maar mooi. Volgende week vrij. Jammer, want jullie zitten in de flow. En de week daarna moet je tegen? Tegen wie we moeten, dat heb ik geen idee eerlijk gezegd. Nee, volgende week vrij. Misschien ook wel even lekker. We zitten in een goede flow en we moeten gewoon zorgen dat we die gewoon vasthouden. En dan zoveel punten nog mogen pakken voor de winststop. Ja, ik hoop, Jamaro, dat je dit niveau vasthoudt, dat je steeds beter gaat worden, wat we donderdag zeiden. Moet je over 2 weken weer voor de camera halen, kerel. Ja, dat spreken we dan af. Hey, bedankt voor het interview en geniet er lekker van. Kom goed. Dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.